Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1129 met een uitzending voor vandaag 8 november 2017. Dus het bulletin van woensdag. Ja, ik heb vandaag weer een deel van de serie over telecommunicatie onder water. Ik heb hem net geschreven. Het heeft een tijdje geduurd voordat er na deel 13 weer een nieuw deel kwam. Dit is deel 14. De laatste delen die zijn besteed aan de, ja, voor zover je het nog weet, aan de verschillende U-boottypen. En ook hoe die gebouwd werden. Onder andere die hele grote scheepswerf met een 7,5 meter betonnen dak. Zoals eerder al gemeld wil ik nu wat aandacht besteden aan de Enigma, de coderingsmachine van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zonder daar te diep op in te gaan, want die codering is natuurlijk bijzonder gecompliceerd. Zelfs voor mij om uit te leggen. Maar er bestonden ook voor de onderzeeboten verschillende varianten van de communicatie met de Enigma. Ik pak er daar nu één type uit. Dat is de normale sleutel M, zoals die heet. M, dat staat waarschijnlijk voor marine. Net als de coderingswijze bestaat wat uitgezonden wordt vanwege de koetssignalen vooral uit groepjes, of vooral maar alleen uit groepjes van telkens 4 tekens. Kenmerkend voor die normale sleutel M-type, dat is dat de 2 groepen van 4 die als eerste worden uitgezonden, die zijn identiek aan de 2 laatst uitgezonden groepen. Dit werd zo gedaan als indicatie of het bericht goed was binnengekomen. Waren de eerste en de laatste 2 groepen niet identiek, dan was er onderweg iets verkeerd gegaan. Bijvoorbeeld dat er een fout in het bericht was geslopen. Dan kon het bericht niet worden gebruikt. Zowel de inhoud als de afzender konden dan niet worden achterhaald. Aan het begin van een uitzending zond een U-boot de tijd uit met de datum, beide ongecodeerd, maar wel in de vorm van de koetssignalen. Hij wachtte dan even, waarna vanaf het land ook in koetssignalen informatie over de ontvangst werd teruggestuurd, met daarna de ontvangen tijd en datum, dus zoals dat was binnengekomen, en eventueel een signaalrapport van 1 tot en met 5, en als afsluiting, zoals gebruikelijk bij Morse, de letter K. Daarop verzond de U-boot dan zijn bericht. Zijn snelheid was 60 à 70 tekens per minuut, in onze aandeling zo'n 12 tot 14 woorden per minuut. Het uitzenden van een gebruikelijk bericht duurde in zo'n geval bijna 4,5 minuut. Meer dan genoeg voor een conventionele pijlinstallatie om de U-boot te lokaliseren, laat staan met het snelle huff-duff systeem van de Britten. En dit was het korte deel 14 over telecommunicatie. We gaan nu verder met de serie over propagatie waar we gisteren ook enkele delen van hebben uitgezonden. In het onderwerp over korte golfpropagatie gingen we gisteren onder andere in op het feit dat het licht van de zon is, dat ervoor zorgt dat via ionisatie van moleculen en atomen er vrije elektronen in de ionosfeer terechtkomen die wij op HF kunnen gebruiken om grote afstanden te overbruggen. Na verloop van bepaalde tijd, het kortst in de lagere lagen in de ionosfeer, het langst in de hogere, verdwijnen de vrije elektronen weer. Dit proces van het verlies van vrije elektronen is een proces dat zowel gebeurt bij aanwezigheid van zonlicht als wanneer dat licht afwezig is. Wat er dan gebeurt is dat de elektronen terugkeren bij een geïoniseerd molecuul dat daarmee opnieuw neutraal wordt, dat wil zeggen niet geïoniseerd. Voor radiocommunicatie is de belangrijkste eigenschap van de ionosfeer de mogelijkheid om signalen te reflecteren, CQ af te buigen. Deze mogelijkheid om de golven te reflecteren varieert met de frequentie van het betreffende signaal en het werkt ook alleen voor bepaalde frequenties, waarbij het verschilt over de tijd gezien. Om vast te kunnen stellen hoe de ionosfeer deze signalen reflecteert, zijn verschillende methoden bedacht. Het meest gebruikte instrument hiervoor is echter een ionosonde. Dat is een soort van HF-radar dat zeer korte pulsen met radiogolven recht naar boven straalt de ionosfeer in. Wanneer de frequentie niet te hoog is, komt het signaal vanuit de ionosfeer terug naar de aarde. De ionosonde legt hierbij de tijdsduur vast die de signaal erover doen om naar aarde terug te keren. Daarmee kun je de hoogte vaststellen. En tegelijkertijd wordt de frequentie vastgelegd waarmee op dat moment wordt gemeten. Het propagatieonderwerp ging gisteren onder meer over het meten aan de ionosfeer. Dat gebeurt vaak met een zogenaamde ionosonde, een soort korte golfradar, dat recht omhoog golven tegen de lagen van de ionosfeer laat botsen. Tegenwoordig wordt naast de ionosonde ook vaak een systeem gebruikt dat de sounder genoemd wordt, waarbij zender en ontvanger op een afstand uit elkaar staan en ze schuin omhoog stralen. Dit type sounder kan de propagatie meten op een specifiek traject en kan daarbij verschillende modus van propagatie in de ionosfeer zichtbaar maken, zodat deze bestudeerd kunnen worden. Er bestaan ook nog zogenaamde backscatter sounders, het signaal kaatst daarbij terug. En hierbij wordt er dus een signaal over de horizon gestuurd en er wordt gekeken of het signaal terugkeert en met hoeveel tijdsvertraging dat is. De zender en ontvanger hoeven bij zo'n systeem ook niet per se op dezelfde plaats te staan. En over de horizonradar, zoals de oude Woodpecker en de modernere versies daarvan, zijn in feite ook backscatter sounders. Zij het met een enigszins ander doel dan propagatieonderzoek. De ionosfeer is overigens niet bepaald een stabiel medium, zoals amateurs ook weten. Het is niet gegarandeerd dat een verbinding op een bepaald tijdstip lukt, ook al is een voorspelling van een goede propagatie voor zo'n verbinding uitgegeven.
Een kwartier later of een half uur later kan het allemaal wel weer totaal anders zijn. Behalve een bepaalde instabiliteit die ook altijd in de ionosfeer aanwezig is, varieert de ionosfeer ook, zoals eerder al aangehaald, met de cyclus van de zonnevlekken, met de seizoenen en ook met het tijdstip van de dag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.